jullie eerste voorstelling? Ja, heel goed. Ja. Ja, we hebben echt lekker, we zaten er heel erg lekker in qua energie met z'n allen. En gewoon mensen erbij nu, dat is gewoon fantastisch. Ja. Om hier bezig te kunnen zijn. En het stuk zit zo, we hebben al zo langzaam aan het doorlopen. Ja. En het stuk zit zo goed dat we echt, oh, de drang om dit te laten zien aan de mensen was zo groot. Precies. Maar we zijn wel echt heel blij dat we uiteindelijk gewoon ja, kunnen hebben laten zien. Dat het kan, dat is wel echt fantastisch. En dat het nu gebeurd is, ja. Fijn. Heel fijn. Ja, heel fijn. Eindelijk voor het publiek, fijn om te laten zien dat we het... Waar wij met zoveel liefde aan het werken hebben, dus al dat dat nu gewoon dat we weg kunnen gaan. En toch ook wel een beetje emotioneel na zo'n lange tijd op toneel te mogen staan. Ja. En te mogen zingen en spelen. En ja, dat is wel bijzonder. Het is toch een momentje. Ja. Afgekapt. Van wie ooit van je hielden. Was ontsnapt, maar tussen de ontzielden. Nou, ik vond het eigenlijk wel heel fijn in dit proces. Hele fijne groep, fijne mensen mee te werken. Dus het was eigenlijk echt een warm bad, om dat zo te zeggen. Ja. Ja, zeker een warm bad. En de creatives zijn ook super lief en willen ons ook heel graag helpen en heel veel leren. En we zijn natuurlijk allemaal net afgestudeerd of beginnen net zeg maar in het werkveld. Dus dat is ook wel heel fijn. Hele mooie kans voor ons. Zeker. Ik ging er helemaal fris in. Ik ken het stuk nog niet zo heel goed. En ik ben ook eigenlijk vlak voordat we begonnen de volgende vraag. Dus ik had ook nog niet de kans gehad om enorm in te lezen. Dus ik ben er gewoon in gedoken. En gaandeweg achterkomen wat een fantastisch stuk dit is. Ja, 10 jaar geleden heb ik het al eens gedaan. Ja. En toen heb ik het ook meegemaakt. Ja. Als je het voor de eerste keer doet, inderdaad. Ik vind het nu weer heel bijzonder, maar het is zo'n impact, dit stuk. En het is wat ik zo heel erg bijzonder vind, is dat je met zoveel jonge mensen werkt. En die, waarmee de problematiek die in het stuk zit, die daarmee te maken hebben of te maken hebben gehad. Of ze zitten er middenin. En dat is wel echt heel erg gek. Hoor. En iedereen is zo vers van de opleiding af, een jaar of net 2 maanden. Iedereen heeft zoveel zin en zo... En dat past ook heel erg bij het stuk. Ja, dat is echt te gek. En dat is ook de kracht van het stuk. Dat over jonge mensen die uit willen breken. Wat was het meest uitdagende aan jullie rol? Ik vind Anna van de meisjes al iets meer in de realiteit zitten. Dus zij is iets losser van de kerk en van het gareel. Dus dat vond ik heel interessant om dat een beetje uit te spelen. Ja. En ik denk, mijn personage staat natuurlijk ook heel erg voor de homoseksualiteit en hetgeen wat niet mag. En dat, om dat zeg maar op een mooie, maar ook eigen manier te laten zien aan de mensen, dat was voor mij denk ik wel de grootste uitdaging. Ja, heel erg bij mezelf te houden. Zeker voor jonge mensen, want is het zo te gek omdat de muziek zo, die pop-rock songs en... Als je kijkt naar je leeftijdsgenoten, het is zo fantastisch. De problematiek wat over gaat. Ja, ik vind het vooral leuk dat heel jonge mensen echt die stappen helemaal meer doen. En jullie zijn helemaal uitverkocht volgens mij, hè? Binnen 4 dagen, dat was voor ons ook echt dat we dachten, wauw, weet je wel. Omdat we dus een beetje het eerste zijn wat weer gaat spelen. Dus het was heel spannend. Ja. Ja, dat is bizar natuurlijk. Ja. Zet jezelf op de wachtlijst, want er zijn nu al versoepelingen natuurlijk. Dus wie weet wat er nog gaat komen. En als je op de wachtlijst staat, dan ben je heb je kans dat je erin komt. Zet je schap en durf te blijven leven. Elke stap zijn wij met jou verweven. Dus luister, dan hoor je ons gefluister. Wij fluiten in de noorderwind, wij schuilen in het duister.